Wij moeten meer eenheid hebben. Hoe verbinden we al die individuen nog tot een groter geheel? De representatieve democratie representatiever maken. Ja. Meer dialoog in de maatschappij te creëren. En probeer van elkander te leren. En blijven praten met iedereen. Ja. Er kan een andere wereld mogelijk zijn. Een vorm van degelijkheid. Daar moeten we naartoe. Maar dan vraag ik mijn eigen af, zijn we dan niet op een bepaald moment nu ergens gekomen dat we ietsjes... Want het is een politiek spel dat gespeeld wordt met verkiezingen, des te meer. Hè, campagnes voeren, van alle beloftes maken die dan misschien of misschien niet waarkomen. En zijn we dan niet op het punt gekomen dat we als burger individueel een beetje het assessment moeten maken dat we niet aan die per se valse of echte beloftes daarop onze stem moeten baseren, maar effectief meer onderzoek of de toolkit benutten om alles te gaan bekijken en niet zomaar inderdaad door een ad van de PvdA of whatever, welke partij dat u bereikt, direct te zeggen, oké, ja, nee, ik snap het, het is gedaan, zonder dan die anderen te bekijken. Mm-hmm. En dan snap ik wel van de stem van meer of niet minder waard zijn, je hebt dat mensen dat inderdaad zich laten beïnvloeden door die ene marketingtruc. En dat je mensen dat eigenlijk het volledige assessment over alle politieke partijen gaat, onderzoek doen naar alle standpunten en dan heel doordacht hun keuze maken. Dan ben ik ook wel pro op basis van ja, die stem dat al dat onderzoek doet of die stem dat zich laat beïnvloeden door één advertentie, ja, dan vind ik die ook wel meer waard met meer onderzoek. Ik weet niet hoe jij daar nee, tegenover staat. Nee, ik ben het er niet mee eens. Enfin, er zijn veel argumenten waarom ik het niet met u eens ben. Eén ervan is dat niet iedereen de kans heeft gehad om vanuit zijn opvoeding bijvoorbeeld die interessedomeinen aan te snijden. Ja, internet twee, kind of demolishes. Ja, maar het gaat niet alleen te zien wat er internet is, dat iedereen per se iedere dag de New York Times leest of The Economist. Als je dan niet van thuis uit een deel... Dat, ja, oké, maar niet als je hamburgers van thuis uit krijgt, is ook geen argument om obesitas te krijgen. Hè? Dus per definitie heb je een beetje ownership om je eigen intellectueel vermogen te ontwikkelen. Maar 100% mee eens, maar minder dan men denkt. Er is een onderzoek geweest voor verslaving. Ja, dat is die maakbaarheid van de mens, ja. Sorry. Ik was hier opinionated. Okay, excuseer. Verslavingsproblematiek. Ja. Heel veel mensen gaan, gelukkig minder dan vroeger, maar gaan met een beschuldigende vingers wijzen naar mensen die met een verslaving kampen. Terwijl dat er, en dat is wetenschappelijk aangetoond, de Medical American Association heeft dat in verschillende peer-reviewed artikels aangetoond. 50% van uw risico om een verslaving te ontwikkelen is genetisch bepaald. 50%. 40% van uw risico om een verslaving te ontwikkelen is bepaald door uw omgeving. Als uw ouders sinds mensengeheugenis in de auto sigaret na sigaret aansteken, is het heel waarschijnlijk dat je zelf als volwassene minder een dégoût ontwikkelt voor tabak dan in een gezin waar het er nooit een sigaret op tafel gelegd is geweest. Ja. Dus hoeveel van uw vrije wil schiet er dan nog over? Minder dan men denkt. Ik zeg niet dat je er niks aan kunt doen. Je kunt er altijd iets proberen aan te doen. Er is, dat moet ik geloven, iets als vrije wil. Maar laten we de bescheidenheid hebben om te aanvaarden dat er factoren, genetisch en omgevingsfactoren zijn, die de kans dat uw vrije wil uiteindelijk de bovenhand haalt, dat die minder is dan men denkt. Dat praktisch, is mijn punt. Praktisch, gelijk, ideologisch, volledig oneens. En dus ik denk, als we... Ja, want per definitie wil dat dan eigenlijk zeggen dat we allemaal mede verantwoordelijk zijn, als je het heel praktisch wil trekken, tot eigenlijk uiteindelijk alle longkankers van België te betalen die gecreëerd zijn door roken, want roken was nooit iemands eigen keuze. En dat was uiteindelijk maar hun DNA. Dus we dragen daaraan bij. Ik ben het daarmee oneens. Roken is een levensstijlkeuze. Als je daardoor longkanker hebt, ja, pech gehad. Dan heb je waarschijnlijk een duurdere hospitalisatieverzekering moeten afsluiten. Terecht, omdat je een levensstijlkeuze hebt gemaakt waar ik per se als derde niet mee te maken heb. Maar dus je zou die persoon die dan inderdaad in het ziekenhuis belandt, niet solidair willen helpen? Ja, die kan een duurdere hospitalisatieverzekering afsluiten. Als ik heel mijn leven gezond leef, wil ik per definitie uiteraard een bijdrage leveren aan de maatschappij van de mensen die minder welgesteld zijn. Maar een levensstijlkeuze stel ik wel in vraag in hoeverre dat ik daar moet aan bijdragen. Ik zie niet dat nul is, ik zie ook niet dat 100% is. Ik stel dat in vraag. No? Is dat een vraag? Oké. Okay. Ik vind dat essentieel is dat we die solidariteit behouden. Omdat die keuzes... Soms omwille van een ongezonde levensstijl, maar soms ook gewoon omwille van een gezonde levensstijl, gaan skiën, gaan sporten, dat we dat als maatschappij solidair moeten dragen, omdat de keuzevrijheid die we hebben om daadwerkelijk die keuzes te maken, waarschijnlijk kleiner is dan dat we allemaal zelf denken. Ik ben er half. Maar het is heel moeilijk. Ik denk allez, moet je mensen die een hartstilstand hebben doordat ze het feit dat ze obesitas hebben, moet dan de overheid betalen, of het gemiddelde burger, door belastingen, voor dat gegeven? Ik vind van wel.
Wel, ik ben daar semi-semi. Ik zeg niet ja, ik zeg niet nee. Ik zeg gewoon, dat moet proportioneel worden behandeld. Okay. Als ik constant gezond leef, voor mezelf, maar per definitie is eigenlijk mijn bijdrage dan groter dan de kost aan de maatschappij, dan moet dat in zekere mate ook gewoon proportioneel eens terugkomen. Okay. Ik geloof in proportionaliteit. Aan de andere kant, ja? Denk ik dat er nog een ik weet niet waar dat die gelden nu naartoe gaan, maar al die ongezonde zaken, roken, alcohol, worden allemaal getaxeerd. Nou, maar dan vraag ik me af, waar gaat dat geld van die taxen naartoe? Gaat die naar de gezondheidszorg of niet? Want dan is het eigenlijk in principe, naar mijn mening, opgelost. Ja, er moet eigenlijk een fonds mee opgericht worden. Maar, dan voor dat is echt interessant, want er is denk ik in 2008 is er een rapport verschenen van het Nederlands Planbureau. Dat uitgerekende kosten mensen die roken meer of minder dan sociale zekerheid. Dus het kost natuurlijk meer, omwille van het feit dat ze veel meer hart- en vaatziekten ontwikkelen, longziekten enzovoort. Maar tegelijkertijd dragen ze bij iedere pak sigaret een heel groot deel af van de staat. Ja. En bovendien gaan ze 10 à 20 jaar minder pensioen trekken, want ze sterven veel vroeger. Ook al. En conclusie, die natuurlijk niet zonder debat gepubliceerd is geworden, bestond erin dat ze zeggen, rokers kosten maatschappelijk gezien minder dan niet-rokers. Moeten we daarom... Moeten we daarom roken aanmoedigen? Is dat de bedoeling van mensen zo snel mogelijk geen pensioen te zien trekken? Je hebt mijn monetair argument proberen te challengen. Dan heb je een goed argument. Ja. Ah, wel, ik heb nog niet eens aan gedacht aan dat pensioen. Maar inderdaad, die tax, ik weet niet waar ze nu dat... Ik vind, een beetje op die vrijheid terugkomend... Je bent vrij om te doen wat je wilt doen, maar is daarom heel het collectief verantwoordelijk omdat jij kiest die vrijheid te gebruiken. Maar je kunt, dat is een beetje het idee van die accijnzen, je kunt een deel van die kost die je zou kunnen afwentelen op de maatschappij, kunt je internaliseren door inderdaad aan prijszetting te doen die ervoor zorgt dat je een deel van die kost uiteindelijk zelf draagt